Je vraagt je misschien af, wat zijn ze nou aan het doen in Flevoland? Windmolens aan het afbreken? Ja, dat doen we. We breken kleinere windmolens af en er komen grotere windmolens voor terug. Er komen ook minder windmolens terug en keurig op een rij geplaatst. Zodat straks de windmolens op een rij zich voegen naar ons typisch Flevolandse landschap. Het worden er minder, maar wel hoger en ze gaan dus meer energie produceren. Je zou toch denken met al dat werk dat je ziet gebeuren, dat is over een paar maanden wel klaar. Dat is niet zo. We doen dat zorgvuldig en stap voor stap. In goed overleg met de windparken, met de huidige eigenaren, kijken we naar de goede momenten om de huidige molens af te breken en de goede momenten om nieuwe molens neer te zetten. Maar eind 2026 staan hier nieuwe molens in een mooi Flevolands landschap ingepast. In Flevoland gaan we meer energie opwekken met minder windmolens. Bijna alle windmolens die gesaneerd worden in de provincie Flevoland worden hergebruikt. Deze kleine molens die hier gestaan hebben, die gaan naar het buitenland. Moeilijk bereikbare plekken of waar het netwerk het vereist, worden ze teruggeplaatst. De windmolen die hier stond op deze locatie gaat naar Italië. Een paar andere van dit park naar Ierland. Zo gaan ze ook naar Kazachstan, Georgië. Je kunt ze gek niet bedenken. Degenen die te oud zijn om voor een tweede leven worden gebruikt voor reserveonderdelen. En dan blijft er nog een heel klein gedeelte over wat gerecycled wordt. De turbine zelf wordt voornamelijk gebruikt voor reserveonderdelen. De bladen worden gerecycled, worden badkamertegeltjes van gemaakt. Dwarsliggers voor onder de spoorlijn, damwand. Er komen steeds meer oplossingen voor de bladen. Puin wordt gebruikt in nieuwe bouwwegen, in nieuwe beton. Tonijzer wordt gerecycled. En alle bekabeling wordt ook weer hergebruikt. Het verwijderen van de windturbines bestaat uit verschillende onderdelen. De kabels aan de binnenkant van de mast, het verwijderen van de mast zelf, de turbine zelf. Dan het verwijderen van de fundatie, de beton waar we nu bovenop staan. De heipalen en het verwijderen van de kabels, zodat er uiteindelijk niks meer van het windpark zichtbaar is. Tijdens het saneren moet je rekening houden dat het later weer als akkerbouwgrond gebruikt gaat worden. Alle puin moet dus grondig verwijderd worden. De grondlagen moeten in de originele staat teruggebracht worden om later gewoon weer te dienen als akker.